Hallo allemaal en welkom bij dag 21 van papier 31. En vandaag gaan we aan de slag met verf. En in dit geval met verf met de hervulbare flesjes inkt. We hebben ze al meerdere keren gebruikt de afgelopen dagen. En nu gaan we ze dus gebruiken om eigen verf een kleurtje te geven. Ik had een flesje hele goedkope verf. Ik heb het flesje zelf niet meer, want die is allemaal verschillende kleurtjes nu geworden. Maar die was gewoon van, volgens mij was het van de Action. Dat is gewoon goedkope acrylverf. En die had ik in het wit. En die heb ik nu gemengd tot verschillende kleurtjes. Ik heb bijvoorbeeld een roze heb ik gemaakt. En ik had in verschillende potjes heb ik ook geprobeerd, wat me de beste beviel. Dit was bijvoorbeeld blauw die ik had gemixt met Night of Navy. En ik had een mooie lime groen gemaakt. Ik had een beetje bruinige kleur gemaakt. Dus noem maar op, ik heb allemaal verschillende kleurtjes heb ik dus gemixt. Ik heb gewoon mijn potje verf heb ik gedaan. Dit deed ik een beetje witte verf hier in het potje. Een paar druppeltjes met mijn kleur naar keuze erbij. Goed mengen. Voor mijn zoontje trouwens ook ontzettend leuk om te doen. Dan heb ik hem zeg maar zo'n houten stokje die je ook gebruikt. Een satéprikker zeg maar. En dan liet ik hem daarmee even roeren. En dat vond hij hartstikke leuk om te doen. En met deze flesjes vond hij nog leuker. Want dan deed ik er een beetje witte verf in met een paar druppels. En dan kon hij gaan schudden. En omdat er zulke mooie flesjes zijn die goed afsluitbaar zijn, kon je ook rustig scheuren zonder dat er verf ergens anders kwam. Maar nadat ik het dus gemixt had, kun je dus daarna het gebruiken voor heel veel verschillende manieren. Op dit moment wil ik laten zien hoe je er een hele stoere achtergrond mee kunt maken. Maar ik zal straks ook wat voorbeelden laten zien van andere mogelijkheden met deze verf. Ik gebruik hiervoor een redelijk grote kwast. Dit is gewoon een schilderskwast. En voor deze techniek is het dus handig als je het in een wat breder potje hebt waar dus ook de kwast in kan. Dus ik maak de kwast niet nat van tevoren. Dit is dus een droge kwast. Dat is op zich wel van belang. En ik doe er ook maar heel weinig verf op. En dat druk ik dus een klein beetje in het bovenste gedeelte van de haren. En dan ga ik heel zachtjes over mijn papier heen. Zodat je het niet helemaal bedekt. Maar dat je gewoon een paar vegen krijgt. Doe een klein beetje verf weer op. Hetzelfde. En nu ga ik de andere richting uit. En dan zie je, dan krijg je hele leuke, stoere achtergronden. Ik had ook al een achtergrond voorbereid. En dat was deze. Je ziet dus ook dat elke keer de achtergrond weer uniek is. Afhankelijk van de hoeveelheid verf die je op de kwast hebt. En je kunt natuurlijk ook kleuren combineren. Want dat had ik in een voorbereiding gedaan. Hier heb ik dus wat meer verf had ik op de kwast. En wat meer kleuren ook door elkaar gemixt. En deze laatste is op een andere manier aangebracht. Die is met een brayer. Dat is zo'n breed rolletje. En dan had ik een klein beetje verf op een stukje, op een gladde oppervlakte gedaan. Zoals zilverpapier of een stukje folie. En dan had ik dus de verf eerst uitgerold met dat rollertje. En daarna aangebracht. En dan krijg je dus een wat strakker resultaat aan de ene kant. En iets andere structuur. En ik zal ook even laten zien wat mijn zoontje toen heeft gemaakt. Want die heeft ook meegeholpen met het voorbereiden. En die vond ik zelf zo leuk geworden dat ik hem aan de koelkast heb gehangen. Met een klein passepartoutje eromheen. Maar deze had mijn zoontje dus toen gemaakt. Op dezelfde manier ook met het rollertje. Maar daar is de verf niet alleen voor geschikt. Je kunt het natuurlijk ook gebruiken in combinatie met een stencil. Dan gebruik je een iets andere kwast. Nou, deze zou op zich wel kunnen. Maar ik heb zelf wel meer een tamponeer of stencil kwast hiervoor gebruikt. Want dan kun je zeg maar op deze manier. En dan krijg je, heb je iets minder kans dat het buiten de lijntjes gaat. Ik had hier iets te veel verf op mijn kwast. En dan zie je dus dat het iets buiten de lijnen treedt.
Maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken op een stempel. Stempels met een wat grotere afbeelding vind ik zelf wat mooier erbij. En dat is bijvoorbeeld deze, de Dahlia. En dan krijg je dit resultaat. En in dat geval bracht ik de verf aan op de stempel. Omdat het een mooie oppervlakte was. En daarna kon ik of recht op die manier stempelen of op deze manier stempelen. Maar mocht je dus gewoon een potje witte acrylverf thuis hebben, gewoon, het maakt niet uit op zich welk merk het is, zolang het maar gewoon een veilige, snel drogende verf is, dan kun je dus wat druppels van de re-inkers hierin doen en dan kun je op die manier hele leuke resultaten krijgen. En morgen gaan we hiermee verder. Bedankt voor het kijken!